mocht mijn vader schrijven naar ons. Maar hij mocht de Japanen op Java ook allerlei namen opgeschreven. Van kampen. Van de, sommige plaatsen op Java. Maar mijn vader wou eigenlijk ons laten blijken dat hij niet meer op Java zat. Yes. En toen zegt hij, mijn gewicht is nog hetzelfde als op Java. Ja. En dan konden wij weten dat hij niet meer op Java zat. Service the prisoners of the Kuwera from POW number 6521. Name, J.C. Verhoef. Nationality, Dutch. Rank, Lieutenant. Camp, War Prisoner Camp, Mulmine, Burma. En dat is geschreven aan Mrs. Verhoef Vermeer. En dat zal uw moeder geweest zijn. Ja. Want u bent mevrouw Vermeer? Nee, ik ben... mijn meisjesnaam is Verhoef. Ik ben getrouwd met Tavernier, dus op het ogenblik... Ik ben Tavernier Verhoef, maar ik ben een Verhoef van meisjesnaam, zou ik maar zeggen. Want volgje, dit is best ingewikkeld. Zomer Koopman op pad. En dan hebben we hier in Elum, gewoon in Elum, in de Wiekswal. Dan hebben wij mevrouw Verhoef. En mevrouw Verhoef, die is overlevende in een Jap-kamp, als tiener. En geloof me of niet, de tieners en het bij de vrouwen heel zwaar. Zwaarder dan de man, al wordt het vaker aan zoete legd. Is Toos niet meer weet? Toos die zegt, ik weet het niet, ik ben er niet zeker van. Maar ik ga met Toos het gesprek aan, hoe het leven was, voor dat Toos in een Jappenkamp interneerd werd. Want gevangenen wij niet, hè? Ja, je was geïnterneerd. Je kon niet het kamp uit. En je kreeg eten en drinken van de Jappen eigenlijk. Van de Jappen eigenlijk. Ja. Nou zeg je dat de vrouwen, die hadden het veel zwaarder dan de man. En die zegt, nee, dat is niet waar. Nee, want je hebt ook, als je een zoon had die boven de 10 was, die moest naar het mannenkamp. Wat moet zo'n jongen alleen bij die mannen doen? Ieder vecht voor zijn eigen. Dus die jongens, die moesten ook voor hun eigen vechten. Jongens. En dat is toch erg, vind ik. Ja, maar dat was later, hè? Eerst was het 16e. Eerst was het 16e. En toen, naarmate de Japanners het moeilijker kregen, werd de internering naar beneden bijgesteld. Oh, dat weet ik eigenlijk niet. Want wij waren zo blij dat ik... Ik heb een broer die is 10 jaar jonger als ik. Dus wij bleven bij elkaar met z'n drieën. Dat geluk hadden wij. Nou, dat denk ik ook wel. Ja. Wat deed Oefa voordat de oorlog begon? Wat zei je nou? Voordat de oorlog begon. Wat deed hij toen? Onderwijzer was hij. En hij was reserve-luitenant. Hij was dus voor het knil. Heette dat toen de knil al? Nee, nee. Dat komt... Ik zou even beginnen. Hij was hier in Nederland onderwijzer. In die tijd waren er haast geen banen voor onderwijzers. Nee. Toen is hij met mijn moeder getrouwd. En als getrouwd paar zijn ze naar Java gegaan. En daar is hij onderwijzer geweest bij de zending. Juist, dus via de zending is hij eigenlijk naar Indonesië toegegaan. Maar hij was ook dan reserveofficier eigenlijk. Ja, en je bent geboren daar? Ik ben, dat is ook een beetje raar gegaan. Want hij had net een soort oefening, of tenminste als militair... Dus als luitenant. En dat was... Chimahi heet dat. Bij Bandung ligt dat. Dat is een kazerne? Nee, dat een plaats. En daar was die kazerne.
Oké. En door deed hij zijn dienst niet? Ja, dan moest hij dan even als reserve, werd hij dan opgeroepen. En mijn moeder, die was toen in verwachting van mij. En die is met hem meegegaan. En toen meldde ik mij eigenlijk onverwachts. En dan werd ik in het militair hospitaal opgenomen, mijn moeder. En daar ben ik bevallen. En ik had nogal een hele zware stem. En is dat zo? Stem. En ik was eigenlijk zo ter wereld. Dus dat was de kunst niet? Nee. Maar daar vandaan is hij ook reserve geweest. Ja, en precies. Toen de oorlog kwam, werd hij natuurlijk opgeroepen. Hoe oud was hij toen, Toos? Toen was ik, even denken hoor, een jaar of 11 denk ik, zoiets. Ik weet het niet precies hoor. Nee, maar toen de oorlog uitbrak? Bij ons. Ja. Ik denk eerst, want eerst kwam de oorlog hier in Nederland. Ja. En later pas, een jaar later geloof ik, bij ons. Want ik weet nog wel, toen de oorlog in Nederland begon, toen heb ik mijn vader eigenlijk zien huilen. Dat Nederland onder de Duitsers kwam. Mijn ogen, dan zit hij aan de andere kant van de wereld. En dan begelt door de tranen over de wang. Omdat in hun vaderland de oorlog begon. En alle familie zat hier natuurlijk. Alle familie zat hier, ja. Nou, we hadden nog een neef. Die was ook naar het Nederlands Indië toen gekomen. Een neef. Ook als onderwijzer. Ook een Verhoefd heette die ook, die neef. Ja, maar hij was ook onderwijzer? Ik weet eigenlijk niet precies wat hij deed. Maar die woonde wel bij jullie in ieder geval? Ja, ja. Of die nou, dat weet ik eigenlijk niet precies wat hij deed. Hoe was zo'n jeugd? Hoe was zo'n jeugd hoor? Ik heb een pracht jeugd gehad, tenminste, zolang er geen oorlog was. Precies. Ja. Het was toen nog niet gevaarlijk. En wij woonden aan de voet van een berg, de Slamat. En wij hadden een bungalowtje op de helling van de Slamat. Daar konden we het weekend naartoe of wanneer we vrij waren, vakantie hadden. Dus ik kon daar door die bossen lopen. En soms verdwaalde ik, maar dat hinderde niet, want er was al wel een inlandse die de bomen kapte. En dan vroeg ik daar de weg aan. En dat was toen allemaal heel goed. Dus die wees zo de weg weer. Waar ging het fout? Waarom merk niet dat als het fout ging, dat het een andere kant op ging dan hij graag wilde zien? Nou ja, toen de Jappen kwamen, toen begonnen de inlanders ook een beetje, die werden ook opgestookt eigenlijk. Hè. En er zijn door de Nederlanders ook veel foute dingen gedaan. Bij de planters en zo. Bij de? Die plantages hadden zo. Hebben ook wel vrouwen verkracht en zo. Dat waren dan Nederlanders. Die kant horen we niet, hè? Die kant wordt ons nooit verteld. Nee, nee. Er worden ons wel de slechte kanten verteld. En dat is overal zo. Bij elke oorlog is dat zo. Ja. De smerige dingen worden niet verteld. Nee. Maar de dingen die pine doet en die deur drukt in de pine, die wordt wel verteld. Ja, 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 ja. Dus maar ook doorzaten, net zo makkelijk als hier bij de Duitsers, foute Nederlanders. Ja, ja, ja. En heb je door in hun directe omgeving, heb je daar ook mee te maken gehad? Met de foute Nederlanders? Nee, eigenlijk niet. Wij hebben nog een tijd in ons eigen huis. Toen bleek dat de oorlog uitbrak, hebben mijn vader en een kennis van mijn vader, die hebben ons, mijn moeder, broer en mij, en die kennis naar de berg gestuurd, naar ons bungalowtje.
daar zat je veiliger als de invasie kwam, als dat je thuis was. Waren jullie wel met z'n tweeën hier in een broer die 10 jaar jonger is? Ja. Is geen... Ik heb verder niks meer van broers en zusters. Er was geen vlotte waarborg meer vanuit het militair hospitaal. Wat zei u was? Ik zeg, er was geen vlotte waarborg meer vanuit het militair hospitaal. Nee, nee, nee. Jullie werden toen de barg opgehangen, in principe als vluchteling. Ja. Want ja, het was toch een soort vluchten, hè, wat die deden. Ja. En hoe is het toen verder gegaan? Nou, later zijn we teruggekomen. En toen hebben we in ons huis mensen uit, ja, waar was dat ook weer? Chila, ja, een plaats aan de zee. Die waren geëvacueerd naar onze kant. En die zijn ingekwartierd in ons huis ook. Weet je wat ik zo mooi vind, Volkie? Toos is 90 jaar. Een hele respectabele leeftijd waar een heleboel als wij nog vervechting werd. Maar Toos, die werd alles nog wel heel scherp. En dat vind ik wel heel knap. En ik wil daarmee aangeven van... Je kunt erin blijven zitten en je kunt er met deur leven. En toen wij vroegen, ik vroeg er 2-3 weken terug, vroeg ik haar, van mag ik een keer er met u over praten? Ze zei, ja hoor, dat mag. Ze zegt, dat is, ik zeg, want dit zijn verhalen die wij niet meer vergeten. Ook uit Indonesië niet. Want wat hij eraan, wat hij aan dit gedoe en wat hij aan dit geweld. En zij heeft het allemaal in midden maken. En vooral als pubere meisje heb je het natuurlijk wel zwaar gehad. Nee, eigenlijk niet. Want toen zijn wij weer naar beneden gegaan. En mijn moeder en mijn broer en ik, die zijn bij een kennis, die woonde zo schuin tegenover ons huis in Purwokerto was dat. Je mag van mij gelijk hebben. Ik ken alleen maar Bami en Nasi. Maar... Later zijn wij ook weer in ons eigen huis gegaan met die evacuees uit Chila, nou, uit dat zeegebied, ja. Die daar geëvacueerd waren. En de bediendes, mijn ouders, die waren heel goed voor de bediendes. En ik heb ook veel met bediendes, ik ben ook wel in de kampong geweest, naar die mensen, we waren gewoon met die mensen. En daardoor... waar we, vooral mijn vader was erg geliefd, ook die beschouwde, ja, het waren mensen en je hoorde ervoor te zorgen en zo. Wat goed doet, wat goed ontmoet was, ja, dat eigenlijk. Ja. En toen waren wij weer in ons eigen huis dan met die mensen en toen kwam er een Javaan of een inlander, die kwam met bericht van mijn vader. Wacht even, wat wou ik ook weer zeggen? Dat hij het goed maakte. En dat... Dus een vader was toen al opgepakt? Ja, want die waagde eigenlijk zijn leven om dat ons te vertellen. Normaal, dan is dat absoluut onmogelijk, dan is het leven over. Ja, als ze dat merkte... Dat hij een. Dan werd hij doodgeschoten door de jappen. Nou, na de koffie, want anders krijg ik cold, hè, dan komt de Belgisch op die hij er niet op wil hebben. Ja. Maar na de koffie, dan praat hij zo over dat stukje verder.